Goedemorgen met Danny. Danny, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hey Wil, goedemorgen. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het wel goed. Hoe gaat het met jou? Ja, we vechten ons er doorheen, hè. Het is allemaal moeilijk, maar we vechten ons erin en we laten het schip niet zinken. Nee, dat is sowieso. Trouwens, een goede kaptein gaat altijd als laatste van boord. Jij gaat nog lang niet van boord. Nee. Maar je hebt vandaag een drukke dag vandaag, geloof ik, of niet? Nou, het is sowieso sinds de COVID, een beetje opgeheven is. Het is er nog wel, maar weet je, er mag gewoon heel veel meer, laten we eerlijk zijn. Is het echt losgegaan qua optredens en dat soort dingen. En ik heb ook nog een ander bedrijf en ja, dat is gewoon best wel pittig. Ja. Soms. Ja, we hebben het over de reden dat we jou hebben uitgenodigd over de single Over de Grens van de Liefde. Ik draai dus juist nog een stukje van Zomerzon. Wanneer was die uit? Jeetje, dat is lang geleden. Ja, dat is, jeetje, zou ik niet eens meer weten. Ik heb best wel wat plaatjes gemaakt in mijn leven. Dus het staat niet helemaal netjes meer, maar dat is zeker een jaar of 6 geleden. Ja. 7 misschien wel. Jij bent eigenlijk, we kunnen jou niet in een hokje plaatsen natuurlijk niet. Maar van andere kant ben jij wel een favoriet voor het zingen van bekende nummers zoals Zomer in Amsterdam en Ajax is kampioen. Ja, kijk, ik ga je vertellen. In 1995, begin van mijn carrière, toen maakten wij... toen kwam er iemand op het lumineuze idee om een liedje te gaan maken over Ajax op de melodie van Malle Babbe. Ja. En dat was gewoon een gimmickplaat. Ja, weet je, gewoon grappig. Ik ben natuurlijk Amsterdammer. En dan krijg je... nou, denk ik, gaan we doen. Leuk, gezellig. Ja, niet wetende dat zo'n ongelooflijk grote mega-hit zou worden. Ja. Daar heb ik dood bij stilgestaan. Want ik denk zelfs, als ik het dan misschien niet eens zo gedaan had. En waarom? Omdat je altijd dan verbonden blijft met een clubplaat. Ik ben vanaf 1998 ben ik de vaste huishanger van de Sportsclub Oranje. Doe ik het Nederlands elftal. Daar hoor je nooit iemand over. Daar heb ik 100.000 meer optredens voor gedaan dan toen de tijd van heel Ajax. Maar oké. Okay. En ik ben er trots op, hè? Dus begrijp me niet verkeerd in deze. Nee. Daardoor wordt wel al het andere wat je doet, komt een beetje in de schaduw te staan. Ja. Daardoor kwam Zomer in Amsterdam. Zomer in Amsterdam vind ik nog steeds een onwijs leuke plaat. De tekst is iets gedateerd inmiddels, maar het is wel een hele leuke plaat. En dan merk ik wel daarin, en dat is gedaan door Pim Koopman, een van de allergrootste producers die we in Nederland hebben gehad. Dat was ook leuk om te doen. Dat was niet zo groot hit als Ajax is kampioen trouwens. Was dat maar waar? Nee, maar klopt dan, als je dan het persbericht leest, dan zie je de regels staan. Toch is Danny Lucas niet in één hokje te plaatsen. Nou, dat klopt. Ik denk als je gaat luisteren naar wat ik heb gemaakt in de afgelopen 30 jaar als artiest... Het is 25 jaar als echt platen bestaat niet meer, maar als track maken, muziek maken, artiest, dan denk ik dat er heel veel verschillende dingen in zitten. Ja. En dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon, kijk, Ajax is kampioen, super toffe plaat, hartstikke leuk. Zomer in Amsterdam was alweer een heel ander soort plaat. Ja. En als ik naar kijk, dan bijvoorbeeld Hou Me Vast is een cuffie dan van Hold Me Now op een beat, is ook weer een andere plaat. En ik denk dat Over de Grens van Liefde is ook weer een totaal ander liedje als inderdaad Zomerzon. Ja. Klopt het dat de Over de Grens van Liefde, dat het originele van The Age of Glory van Lady Gaga? Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ken hem niet van Lady Gaga. Dat weet ik pas sinds 2,5, 3 weken geleden. Ik heb daar nooit naar geluisterd. Ik heb ergens anders opgedoken van een artiest die hem deed. Dat was Michael Ball, een Engelse musicalster. Die deed hem als opening van een concert. Vond ik zo te gek. Want Over de Grens van Liefde ligt al eigenlijk 4, misschien al bijna 5 jaar op de plank. Ja, want jij bent ergens toch een echte Amsterdammer, of niet dan? Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Ik woon nu onder de rook van Amsterdam.
Maar als klein jongetje zong jij al van André Hazes, of niet? Ja, Hazes blijft, kijk, Hazes blijft de basis. Daar ben ik als jeugd, als kind mee opgegroeid met André. En ik heb de eer gehad om op zijn laatste album dat hij in leven was, heb ik nog een liedje voor hem geschreven. De tekst van een liedje en ook een idee gebracht voor een liedje. Dat is het liedje Waar ben jij? Dat staat als openingstuk op het album Strijd Lustig. Ja, daar ben ik hartstikke trots op. Is jouw mening over dat nu dan Hazes junior allemaal zo, ja, aan de kant, over de rug van zijn vader probeert allemaal zo'n hoop aandacht te krijgen. Terwijl dat eigenlijk, ik vind persoonlijk altijd, Hazes is Hazes senior. Nou, kijk, het is heel makkelijk om wat te zeggen over een artiest. Ik denk zeker, kijk, aan de ene kant werkt het heel erg bij dat hij de naam Hazes is. Dat opent wat deuren. Aan de andere kant zorgt het er ook weer voor dat iedereen gaat hem vergelijken. En mag zo'n jongen, als hij zingen leuk vindt, mag hij dan niet gaan zingen omdat hij de naam Hazes is en in de schaduw staat van Hazes. Mocht Jordi Cruijff niet voetballen omdat zijn vader Johan is. Nee. Er is maar één André Hazes junior, en er is ook maar één, toen de tijd, er is maar één Jordi Cruijff. Dus daar vind ik heel lastig. Ja. Alleen als mensen gaan zeggen van ja, hij lijkt op zijn vader, met alle respect, hij lijkt op zichzelf. En mag zeker niet qua niveau en qua wat hij heeft bereikt in de schaduw staan van wat zijn vader heeft bereikt. Kijk, puur, die man had iets. Ik ken eigenlijk in heel Nederland geen artiest die zo goed was als André Hazes, en daar hoorde inderdaad wel bij Willy Alberti en Johnny Jordaan. Die hadden iets magisch. En dat is er niet. Ja. Terwijl, eigenlijk, eerlijk zijn, Danny, André Hazes heeft ook bijna de helft van zijn carrière zijn ook covers die hij opgenomen heeft van andere artiesten. Maar is dat fout? Nee, niet fout. Maar ik bedoel het met te zeggen, het is niet allemaal origineel natuurlijk, maar dat heb je met duizenden artiesten. Elvis Presley had vroeger ook niet alles wat je uitbracht was ook niet origineel. Nee, maar kijk, dat is gewoon heel moeilijk. Laten we eerlijk zijn, als je zegt, zij gelooft in mij, kent iedereen als zij gelooft in mij. En niet iedereen weet dat het Sibelius in mij is. Yeah. Bijvoorbeeld, ja, en ook René Vroeger heeft veel gecoverd, ook wel dingen zelf gedaan, maar ook de John van Katwijk zijn ook gaan zoeken, en ja, weet je, ik denk dat je zoekt altijd naar wat vind jij leuk, wat vind je echt leuk, en en ja, als daar zo'n liedje op je pad komt, is dat fantastisch natuurlijk. En ja, daarin moet je gewoon, dan ga je dat doen. Alleen Hazes kon wel heel goed zijn eigen, ja, die snikker inbrengen. Ja. Ook in de cover, die maakte het liedje van zichzelf. Ja. Dat is heel krap. Ja. Maar terug naar het liedje Over de Grenzen, want we zijn van een padje eraf geraakt ondertussen. Over muziek raak je nooit uitgericht. Nee, daar kun je uren over praten. Maar Over de Grens, wie heeft de tekst geschreven van dit nummer? Ik doe het altijd zelf, ik schrijf mijn eigen teksten. Ja? Altijd. En wat inspireerde jou toen je deze tekst aan het bewerken was, aan het schrijven was? Hè, want hij bestond al. Wat inspireerde jou? Nou ja, kijk, die Edge of Glory, dus ik wist wel die Edge in de grens, dus ik wist wel dat een beetje. Ja, en ik werd gewoon heel vrolijk van een liefde, van een liedje. Nou, het liedje gaat over liefde. Ik heb niet zozeer geluisterd naar de rest, het interesseert me ook niet zoveel. Maar ik wist wel, als ik schrijf, dan begin ik eigenlijk altijd met, wat is het onderwerp? Nou, dan is in dit geval was dan, denk ik, het gaat over liefde, over de grens. Die hoorde ik wel, nou, over de grens, liefde was heel snel gevonden. En ja, dan ga je gewoon passen en meten. En ik schrijf nooit voor de ding, maar ik wilde wel het gevoel overbrengen. Het gevoel van, ja, je wordt verliefd op iemand. En dat is zo heftig, daar ga je bijna over, daar wil je alles voor doen.
En dat is een gelukzalig makend gevoel. Daar word je heel blij van. En ik hoop ook dat mensen heel blij worden als ze dit liedje luisteren. Ja. Hoe is het ondertussen met jouw agenda? Begint die ook wat aardig toch wel weer een beetje vol te lopen? Of zeg je van, het is nog te rustig? Nee, het is echt booming. Het is echt booming. Het is echt... Natuurlijk, er is altijd nog wel ruimte. Maar als ik ga kijken, er is geen weekend meer dat ik vrij ben. Er staan er echt ieder weekend wel twee... of iedere week wel twee, drie klussen erop. En, het is, en dat vind ik ook eigenlijk genoeg, omdat ik ook nog mijn andere werk heb. Ja, en dat gaat wel ergens over. Ik kan dat niet helemaal uitschakelen. Ik kan er nog niet van leven. En ik weet niet zozeer of ik dat zou willen. Want dan, maar ja, de agenda is wel... ik heb er voor dit jaar, staan er geloof ik nu nog 35 al gepland voor dit jaar. En dan hebben we er al heel veel gehad. Ja, dat is best goed. Sinds we open zijn in de maand uit qua boekingen. Oké. We gaan draaien. Eentje voor de luisteraars die meeluisteren. Indien zij meer willen weten over Danny Lucas, waar kunnen ze daar de informatie halen? Nou, sowieso alle social media kanalen, tenminste de Instagrams en de Facebooks. Er staat een prachtige website, gewoon dannylucas.nl. Dan komen ze op mijn agenda komen ze terecht. Dan kunnen ze een mailtje sturen als ze echt wat meer informatie willen hebben wat er niet op staat. Maar in principe is daar alles wel op te vinden. Oké. Danny, ik ga jou op de eerste plaats heel erg bedanken. Ik vond het heel leuk jou gesproken te hebben vanmorgen hier live in de uitzending. Ik ga je nog een fijn weekend ga je optreden. Ik heb er vanavond heen, ik heb er zondag heen, maandag heen, dinsdag heen, woensdag heen. Dus ik mag de komende dagen behoorlijk aan de bak. Ik ben zaterdag bewust vrijgehouden. Ik heb eindelijk een zaterdag vrij. Ik ga je een heel fijn weekend toe wensen. Zou je zelf de zingen willen aankondigen? Ja, maar voordat ik dat ga doen, wens ik jou ook heel veel succes en sterkte. En zorg, blijf op het schip staan. En dan mogen de luisteraars mogen nu gaan luisteren naar mijn nieuwe single Over de Grens van Liefde. Dan maar een fijn weekend en bedankt. Doei. Doei. Doei.